Goedendag, leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag precies 10 februari. En vandaag is de dag dat ik dus een jaar lang vleesloos ben. Yay! Ja, vandaag ben ik dus precies een jaar lang vleesloos. Veel mensen uit mijn omgeving zullen vast denken van, hè, maar je hebt toch veel eerder die keuze gemaakt? En dat klopt. 1 januari heb ik met mijn toenmalige vriendin Cowspiracy gekeken. En daarvan waren we zo onder de indruk dat we dus besloten vegetariër te worden. Maar ik had nog wel wat dingen in de vriezer liggen. En die wilden we eerst opmaken voordat we er echt aan begonnen. Dus hebben we in de weekenden vaak nog wat vlees gegeten, wat dus in de vriezer lag. En de dag voordat ze dus terugging naar Brazilië, hebben we samen besloten om voor de laatste keer vlees te eten in een sushi restaurant. En dat was 4 februari. Dus ja, er is iets gebeurd waardoor ik me daar dus niet aan heb gehouden. Dat was dus een week later met een hele goede vriend van mij. Hij is tot nu toe ook eigenlijk de enige die dat weet. We waren samen naar een café gegaan. Lekker wat biertjes gedronken. En toen kwam er een vrouw langs met een schaal met bitterballen. En ik had zo trek. En ja, voordat ik het dus door had, had ik al een bitterbal te pakken en die in mijn mond gestopt. Was niet zo'n hele slimme keuze, maar ik was dronken en ik had zoiets van, wat maakt één bitterbal nou uit? Dus die had ik toen op. De volgende dag voelde ik me eigenlijk best wel behoorlijk schuldig. Omdat ik en een belofte die ik aan iemand heb gemaakt, heb verbroken. En een belofte die ik aan mezelf heb gemaakt, had ik verbroken. En dat vond ik echt super kut. Maar toen dacht ik ook van, nou, dit is de laatste keer. En ik ga gewoon verder met een frisse start en een goede focus. Deze fout zal mij niet meer overkomen. Maar goed, ik ben natuurlijk ook veganist geworden. En ondanks dat ik dus na 10 februari nooit meer vlees heb gegeten, zijn er natuurlijk wel dingen gebeurd, ja, die fout zijn gegaan. Foutjes waar ik of tijdens of later pas achter kwam en dat ik denk van, oh shit. Ik zal hier een paar fouten zal ik opnoemen. Ik was dus in een café, was ik bier aan het drinken. En ik had een stout biertje besteld. En op de lijst stond een sweet stout. Dus ik dacht van, nou, daar kan vast niks in zitten. En halverwege dat biertje dacht ik van, hey, ik ga hem inchecken op Untappd. Dat is een bier-app. En dus ik ging inchecken. En toen las ik milk stout. Dus ik dacht, oké, er zal toch niet melk in zitten? Dus ik ondertussen ook een berichtje gestuurd naar de desbetreffende brouwerij op Facebook van, hey, ik zit nu aan dit biertje van jullie en ik kom erachter dat dit een milkstout is. Zit er gewoon koeienmelk in? Dan kreeg ik daar dus antwoord op dat daar dus inderdaad lactose in zit van koeienmelk. Dus ja, dat was ook weer zo'n baalmomentje waarvan ik dacht van, shit, doe zo goed mijn best en alsnog heb ik dan iets waar dus een dierlijk product in zit. Dat was ook wel een behoorlijke baalmoment. Ik had vorig jaar besloten om ook naar Graspop te gaan. Ik nam daar altijd patatje met Andalouse saus. Super lekker. En dat is echt iets typisch Belgisch volgens mij. Ik had van tevoren gekeken op internet of die saus ook vegan was. En zover ik heb gezien, dacht ik dus van wel. Dus ik heb daar die hele week met mijn dronken hasses patatjes Andalouse saus gegeten. En chilibonenburgers van Just Like Your Mom. Voor de rest was er heel weinig op het terrein. Ja, wat echt plantaardig was. Toen ik thuis kwam, dacht ik van, hey, ik ga eens een potje Andalouse saus halen. Want ik had op internet gezien dat ze die dus ook bij de Albert Heijn hebben. En ook precies het merk wat ze dus in België hadden. Ik dacht, ik ga eens een potje kopen. Dus ik had zo'n potje beet. Ik ging nog eens een keer voor de zekerheid checken. Want soms check ik dingen gewoon automatisch dubbel. En ja hoor, er zat melk in. En toen dacht ik ook gelijk van, ik dacht al iets raars te proeven. Maar ik wist het niet zeker. En ik was dronken en ik dacht, nou, dan proef je sowieso al rare dingen. Maar helaas, weer een fout die ik heb gemaakt. En een aantal maanden daarna was ik bij een vriendin van mij. En ik had haar wel eens verteld dat ik vroeger heel erg gek was op bepaalde snoepjes van Katja. Die biggenkoppen en die apenkoppen. Vond ik echt super geweldig. En ja, ik baalde er gewoon van dat er gelatine in zat. En dat ik ze dus daardoor niet kon eten. Toen ik dus bij haar was, zei ze van, hey, kijk eens wat ik heb gevonden. En dat was een zak met biggenkoppen. Ze zei, ja, ze hebben de gelatine eruit gehaald. Kijk maar. En er zat ook I Love Veggie op. Dus helemaal geen dierlijke producten meer. Tenminste, dat dacht ik dus. Dus ik zat lekker die zak leeg te vreten. Ik dacht, hey, ik ga eens een komische post plaatsen op Vegan Nederland. Dat is een veganistische pagina. Waarbij je dus je Eureka-momentjes of je vragen of weet ik veel wat kan stellen.
of gewoon blij kan posten dat je iets plantaardigs hebt gevonden. En ik dacht van, laat ik eens grappig zijn, laat ik een foto van mezelf maken. Met zo'n bigge kop in mijn mond van, goh, ik had zo'n trek in varkens, dus ik ben er maar aan begonnen. En toen kreeg ik een reactie van een medelid en die zei van, ja, maar je weet toch dat daar bijenwas in zit? En toen dacht ik, oh fuck, daar heb ik echt totaal niet op gelet en daar was ik eerlijk gezegd ook totaal niet mee bezig. En ja, toen ik achterop die zak las, zat er ook inderdaad bijenwas in. Dus dat was wel een flinke tegenvaller. En als tegenprestatie vond hij dat ik Katja even een berichtje moest sturen. Dus dat heb ik natuurlijk ook gedaan, want ja, als je een veganistische variant wil, is het toch handig om je stem te laten horen. Dus ik had inderdaad een bericht gestuurd van, hey, ik zag dat er bijenwas in jullie product zat en ik had echt super zin in die biggenkoppen, maar nu kan ik ze niet eten. Kan je dat eventueel niet omwisselen voor een plantaardige was, zoals karnauba was? Daar wel een reactie op gekregen natuurlijk, maar dat ze daarin zouden kijken, maar dat het waarschijnlijk te duur is. Dus ik zie dat niet heel snel gebeuren. Maar goed, hoe meer mensen zo'n bericht sturen natuurlijk, uiteindelijk komt misschien dat aanbod dan wel. Dus dat zou in ieder geval wel heel erg mooi zijn. Als je erachter komt van, hey, ik heb een product en die zou ik graag helemaal plantaardig willen. Stuur gewoon een berichtje naar dat desbetreffende bedrijf en vraag ernaar. Ja, en toen ik een halfjaartje vegan was, heb ik zelfs een droom gehad waarin ik dus een behoorlijke fout maakte. Ik had iets gewonnen bij de Jumbo of zo. Daar zat ook broodjes bij. En ik ging er gewoon vanuit dat het plantaardig was en ik zat zo'n broodje te eten. En er zat dus heel dik ham op en gehakt. Ja, ik voelde me in die droom ook echt super misselijk en schuldig. Maar ik had zoiets van, ja, ik ben er nu toch al begonnen. En ik heb het broodje toch al half op, dus ik kan het maar beter gewoon opeten. Heb ik dus ook in die droom gedaan. Heel erg raar. Ja, en in het tweede deel van die droom was ik dus opeens bij een boer. Een melkboer, die dus een kalfje had. En die wilde dat kalfje naar de slacht laten gaan, omdat hij niet geschikt was voor de veehouderij. En ik probeerde dus heel erg die boer toen over te halen om dat niet te doen. Want als die boer telkens een beetje op een afstandje stond, dan was dat beestje heel erg speels en vrolijk. En als die boer maar een beetje in de buurt kwam, werd dat kalfje ook gewoon super bang. En ik ook die boer uitleggen, kijk eens hoe lief, hoe leuk die is. Dat ga je toch niet zomaar laten vermoorden en dat soort dingen. Dus ja, dat was wel echt een super aparte droom om te hebben. In mijn tweede video over truffels die ik heb gemaakt, heb ik ook nog een fout gemaakt. Gewoon spontaan eroverheen gekeken waarschijnlijk toen ik het pakte en de etiket las. Maar dat waren die verkadekoekjes. Ik dacht van, nou, die zijn volkoren en ik zat alleen maar te checken op boter. Want ik had wel eens een keer eerder zo'n pak verkadekoekjes in mijn handen gehad met chocolade. Toen dacht ik, daar heb ik zin in. Toen zag ik dik gedrukt boter staan. Had ik ook verkade een inboxje gestuurd van, hey, de boter die in jullie biscuits zitten, is dat plantaardig of is dat dierlijk? En toen zeiden ze ook van, ja, dat is dus dierlijk. Was ik heel blij dat ik hun een bericht heb gestuurd en het niet heb gekocht of gegeten. Dus is me die fout bespaard gebleven. Maar ik zat dus te kijken en te lezen of er dus boter in zat. En andere dingen die eventueel dik gedrukt erop zouden kunnen staan. Zoals ei, melk, dat soort dingen. Stond er allemaal niet op. Dus ik had die video gemaakt, op YouTube gezet. En uiteindelijk kreeg ik dus een bericht van een bekende van mij. Van, hey, maar je weet dat er honing in zit, hè? Dus ik gelijk googelen natuurlijk. En ja, er zit dus inderdaad honing in. Dus ja, die verkadekoekjes, die digestive koekjes, die zijn helaas niet meer helemaal plantaardig. Vooral niet kopen als je vegan bent. Kies dan voor Oreo's of Punchlies, die zijn wel vegan. Ook een stuk lekkerder, helaas wel minder gezond. En er zullen vast wel andere plantaardige variaties zijn bij andere merken die wel helemaal plantaardig zijn en ook wel wat gezondere koekjes zijn. Vooral etiketten lezen is echt wel een ding wat handig is om te blijven doen. Maar ja, de reden dus van deze video is dat ik juist een beetje het taboe wil doorbreken dat je als veganist of sowieso, als je je ergens voor inzet, dat je geen fouten mag maken of kan maken of dat je perfect moet zijn. Het gaat er juist niet om perfect te zijn. Juist als je een pad inslaat zoals het veganisme, zal je gewoon fouten gaan maken. De kans is heel groot dat je een keertje een verkeerd product pakt. Een keertje een verkeerd product gegeten hebt. Laat je ook door deze dingen dan niet uit het veld slaan.
Het gebeurt, het kan gebeuren. Als het gebeurd is, is het kloten, is het kut, is het even balen. Maar vergeet je focus en je intentie niet waarom je het bent gaan doen. Want er zijn ook verhalen die ik hoor van mensen dat ze juist door foutjes zoals deze gelijk maar denken van het lukt me toch niet, dus ik kan maar beter stoppen. Terwijl je intentie heel erg goed is. Je waarschijnlijk in de periode dat je niet zo fout bent begaan, heb je een hele hoop dieren, een hele hoop leed bespaard, een hele hoop impact op het milieu bespaard. Dus laat je door die dingen juist niet uit het veld slaan, maar ga gewoon door. Focus je op de goede dingen, focus je op alles wat je al die tijd wel goed hebt gedaan en ga er gewoon voor, want je kan het. Het zou zonde zijn als je door een paar kleine foutjes je focus en je visie op het grote doel, het grote beeld wat je dus voor je hebt, laat verdwijnen. Dat je dus daardoor het opgeeft en dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn. Heb je zelf ook wat van die foutjes gemaakt, beginnersfoutjes of weet ik veel wat, eventjes niet goed gekeken. Of hele andere dingen waar je tegenaan liep, waar je heel erg van geleerd hebt. En heb je tips voor eventueel voor andere mensen? Ik zou zeggen, drop ze in de reacties. Mensen kunnen er altijd wat van leren. En ik zal er waarschijnlijk ook wel wat van opsteken. Ga gewoon door zoals je bezig bent. Je kan het. En het is de moeite waard. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik zou zeggen, like hem, subscribe hem. Deel hem met iemand die dit heel goed kan gebruiken. En op naar de volgende zou ik zeggen. Ciao!